Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Het is niet goed te zien op deze satellietfoto, maar er hangt toch echt heel veel lage bewolking. En onder die bewolking zit ook nog eens nevel, mist of zelfs dichte mist. In de loop van de ochtend gaat de mist geleidelijk aan wel verdwijnen, maar bewolking houdt op veel plaatsen toch wel de overhand. Later vandaag zou vooral in het zuiden af en toe de zon kunnen doorbreken. Daar wordt het ook zo'n 19 tot plaatselijk 21 graden. Onder de bewolking wordt het niet warmer dan 17 of 18 graden. Er staat er weinig wind. Ook vanavond hebben we veel bewolking, ook een paar opklaringen, zeker in de zuidelijke helft van het land. En het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen begint de dag opnieuw grijs met veel bewolking, zeker in de noordelijke helft van het land. En later zou met name in het uiterste noorden ook een enkel spatje regen kunnen vallen. In het zuiden is het minder grijs en breekt soms de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. Ook donderdag en vrijdag is het overwegend droog, maar wel met veel bewolking, af en toe ook wat zon. middagtemperatuur ligt dan rond de 16 graden. In het weekende neemt de kans op regen weer toe en wordt het ook weer iets warmer, 17 tot 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.